Keurstuk en Zermuk, van Blanke Berger, van Knokke en van Oostende. Daar ligt Luc de Keurste. Maar als je zegt kroeten, moet er dan iemand aan de zie gaan zoeken. Uitgooien om te drinken, mijn elle. Lampeten, vriegoed. We loten op de week ook slimmer dan ze zijn. Die woon is er niet door. Heel zust. Zit op je gemak? Ja, zit. Als het geld vrij lekker is, toen zeggen we test van. Lekker, lekker. Ah, is dat niet schuine? Dat laat je spiegel zetten. Allee, we zijn een moeite, laat me goed zak. Hij doet mijn paard niet, laat me goed zak. Een metserscognac, wie kent er dat? Een metserscognac. Een Genève. Dat is een van de 65 woorden die in het Gaans bestaan voor een druppel. Een metserscognac. Wie kent er nog andere woorden? Wat drinkt u op een peetje? Een slaapsnaaier. Vrij goed. Een slotmutsen. Vrij goed. Een kloor. Een kloor is een boterham. Een goele. Een neute. Een wat? U, juist. Tjurke. Dat is het woord dat vandaag eens mist gebruikt wordt. Die van Druppelman. Die van Druppelman, dat bestaat u, ja. Als wij in Gent spreken over een waterketel zijn racisten. Want we noemen een waterketel een muur. Want een muur is vandaag een uk onze zwarte evennoosten. Dat is ook een muur, maar dat moet je niet zeggen. Ah, maar dat is een moeilijke neus. Ik weet niet of dat er dat iemand goed kennen. In het Nederlands is het een roerzeef. De pasfiet. Pasfiet, dat komt ook uit Frans. Sa pasfiet. En hoe rapper dat het ooit, hoe witter dat dat past. Het woord dat ik nu ga zeggen, dat is ongeveer hetzelfde in het Gers, maar we verbassaderen dat een beetje. Verstoor dat niet, Temmerman? Verbassaderen. Dat komt van bastoord. Dus we mogen er een bastoordversie van. Je hebt niet lang naar school geweest, hè, Temmerman? Wat is Peter Celi? Persalen. Of Peter Salen. We zeggen Muk. Maar Persalen is thuis de Gers. Nog we dat mooi weten. Zelfs die al draakjes blijven zitten zijn, zeker die. Aardappelen in het Gers. De toeters. Pataten. Pataten. Dat zal wel zijn. De toeters. Allee. Met de straffen met de volgende. Een keer zoek ik mijn P op zijn lappen gooien. Pentelier. Ah, dat is niet slecht. Ik heb dat wel een beetje goed gemokt. Maar dat is een verschillender woord. Type gooien, mijn P. Pierenwooien. Dat is een keer een goed stapje in de wereld gooien. Een keer van de groente gooien, zonder van de groente gooien. We blijven nog altijd met de P. Een proefster. Een proeverege. Proeverege. En waar komt dat achter angsel ege? In welke woorden komt dat nog voor? Woorzegstrege. Een woorzegstrege. En wat is dat een woorzegstrege? Een vroedvrouw. Een vroedvrouw. Je hebt een schoenige. Een vroedvrouw. Ja, wat doe wat je gezegd misschien? Een achterwoordstreek. Zelfs professors zijn verstreut. En achter je hele week staat dat woord van kansen. Hoe gaat dat u kind? Nooistreek. Alle weken heb ik een kwastreek. En eigenlijk kun je er overal een negen van mokken, wat dan vrij was. Een nutste regen, dat is uw vrouw. Met een R. Een artgebakken rogen en bruut, mee of zonder rozanen. Een rogen verdomke.
En waar kun je nog een roge verdomme kuipen? Bij Imschoot. Oud huis Imschoot op de Groenselmoot. En dat is door Frigo. Dat is niet de goedkoopste, maar dat is door Frigo. Een salami in het Gens, mijn nes. Servela. Let op de E. Servela. Ja, die goed. Ja, we blijven bij des. Hè. Iemand die goed kan eten. Smeerpeer. Die goed. Een smeerpeer. Dat is iemand die goed kan eten. Een verwarde persoon, iemand waarvan je niet weet wat dat er dan net. Een bevest. Nou, hier, manneke. Nou, hier zie je een opmerking en je krijgt een retenue. Weet je wel, dat is een retenue. Ah, je zou er dan een straf kunnen schraven. Maar niet. Een verward iemand, dat is een soepen. Waarom niet dan soepen? Dat er van alles in zit. Ja. We hebben het dus juist al gehad over een man die goed kan eten. Hoe heet een vrouw die heel veel eet? Ook mijn naast. Zijn er dan verschillende ziet te zien in mijn klas. Hooghulder smulkomte. Een smulkomte. Witluf. Waar zijn je? Sakrakruid. Zeg dan een keer allemaal lui. Sakrakruid. Ja, maar met mijn oor. Sakrakruid. Chicorée, zeggen ze ook soms. Komt van Frans weer. Van tegenwoordig zie je meer en meer dan er bloemen gebruikt worden in de keuken. Niet vrij eenteten, want dat smokt eigenlijk nog twee keer niets. Maar om het allure te dresseren. Dat is niet hetzelfde of een lieuw of een tegen dresseren. Dat is versieren. Versieren, dat gebeurt met bloemen. En in het ISPC, dat is een groot woord naast, voor de mensen uit de horeca, waar we niet benen mogen, daar kun je 25 verschillende soorten bloemen kopen. Onder andere jasmijnen. Jozeminen in het geval. Jasmijn, jozeminen. En we gaan stoppen met een woord, met een Z, uiteraard. Garen. In het Garen sajaten. Gebruik je sajaten in de keukenmaske? Ah, zeuien. Zeuien. Gezeuien naspen. Oké. Binnen de Gentse gastronomie nemen de snikkelwoorden een vriegrute plotse. De Gentenmeers zijn immers zoete malen. Jazeker. Tot de stutte nog eens uit zoiets lekker een appeltjes. Over de Gentse snoepjes, voor Mr. Guido, wil er een liedje zingen dat de professor geschreven heeft. En er komen een aantal Gentse snoepjes aan bod. Maar we komen er dus nog een aantal hier. Nu, als je dat liedje wilt meezingen, pakt u er een boek van muziek. En als je er een boek niet mee hebt, bij de conciërge en het economaat, kun je nog in de kupe. Hij ligt nevens in een cd van Mr. Guido. Nee. Ligt daar niet nevens? Zijn op. Mr. Guido zijn cd is op. Dat is altijd op bij hem. Typisch, zoals dan de frank kan verdienen, vergeet het. Allee, Mr. Guido, zet uw micro recht en zing een keer van de Gentse snukkelingen. Wippers, rekkers, kuberdoems en tjoekers, molentrekkers en kolissen uit. Moiskes, osties, lekstokken en poekes, zurgen en geld voor de noppetaart. Kuberdoems en zwarte rekkers zijn lekkers voor de smekkers. In de spekkenwinkel vind altijd iets wat de tanden kapot op bed. Krok amandels met veezaad, lieve geikers, duver bollen, die de meeën toen kunt rollen. Makroens en zoetosties,
door van zijn wilde neefjes.